Tyron Lardy werd in februari van dit jaar Europees juniorenkampioen karate. De Haarlemmer is dus inmiddels iemand waar rekening mee gehouden moet worden in zijn sport. Iets wat hij zelf nooit had verwacht. Een paar jaar geleden durfde ik er alleen nog maar van te dromen. Maar KWN zag potentie in me. En René natuurlijk ook, René Oerdemans, mijn trainer. En samen hebben we het werkelijk uitgemaakt. Ja. En nu ben ik er opeens. 1, 2, 3. De traantjes hebben even gevloeid bij de medailleuitreiking. Ja, echt waar? Ja. Ja, ja. Nou, ja, je hebt hem net al gezien. Hij heeft een enorme lengte. Buigt hij enorm goed uit. Ja, als je dat natuurlijk kan met die lengte, want dat is ook nog iets, ja, dan word je levensgevaarlijk. En dat kan hij nu heel goed. En hij heeft benen, die heeft hij ook heel goed ontwikkeld. Dus hij is redelijk allround. Zijn armen zijn er, zijn benen zijn er. En, ja, en hij heeft een enorme discipline om goed, veel en hard te trainen. Vooral toen ik 14, 15 jaar was, toen had ik een periode dat ik vrij weinig prijzen pakte. Dus ja, dan twijfel je wel vaak of je door moet gaan. Want ja, je zegt natuurlijk al veel leuke dingen voorop. Dus, Als hij dan achter kwam te staan, dan raakt hij enorm in paniek. En nou, dat heeft hij enorm weten te kantelen. Dus als je nu ook ziet dat hij, al komt hij 1-0 achter, dan zie je hem zichzelf sterker maken. En het weer weten te keren, die achterstand. Maar uiteindelijk toch doorgepakt en op het moment gaat alles lekker. Ja, precies. En je zei toen leukere dingen gaan voor. Je bent 19, hè? Dus dat geldt niet nog een beetje, die drang? Ja, tuurlijk. De drang is er altijd, weet je. Zeker als je vrienden weer eens bellen of je niet even kan komen. Maar je moet natuurlijk trainen, want daar ben je altijd mee bezig. Maar uiteindelijk denk ik dat alle leuke dingen die ik doe met mijn sport, dat daar niet tegenop weegt. Dus. En dat zie je, dat zie je. Het lijf groeit, je ziet hem sterker worden mentaal. En ja, het is heerlijk om met zo'n jongen weer te werken. Waar gaat het eindigen voor, hè? Ja, ik hoop misschien in 2020. En dan Olympisch goud? En dan Olympisch Spelen in Tokio. Ja, dat is natuurlijk wel een sportersdroom. Ik bedoel, dat is het ultieme doel. Augustus horen we of het definitief doorgaat, dat karate erbij is. Maakt natuurlijk een grote kans in Japan. Het is een doel wat ik heb. En het is nu meer een werkelijkheid die ik leef. En ik weet dat ik, als ik hard blijf trainen, dat ik dat zeker wel werkelijkheid kan maken. Ja.